prof sinds 1984. 24 jaar oud, heeft dit seizoen nog geen overwinning behaald, maar kan hard rijden. Dat weet iedereen in het peloton. En wat hij hier doet is toch indrukwekkend. Hij heeft in zijn profcarrière, die in 1984 begon, tot nog toe 28 overwinningen geboekt. Kwam in februari een paar keer lelijk ten val. In de laatste etappe in Bessinge en ook in de grote prijs van de Achterhoek. Nijdam, zo lijkt mij, draait nu wat stroever. Hij vecht, hij knokt. En hier zit veel meer elan achter, maar dat kan ook niet anders. Hier wordt afgewisseld, men kan zich verschuilen achter de rug van een ander. En Criquelion, niet de eerste, de beste, ex-wereldkampioen. Die trekt hard door, is net op tijd in vorm gekomen. En daar gaat Rooks weer. Die twee doen het meeste werk in de achtervolging. En nu komt de Fransman ook. En daar zelfs Sergeant. Sergeant die een beetje zit te rekenen op een hergroepering. En dan de sprint binnen. Hier is Raas weer. Het gaat prima, roept hij. Het moet ook een spanning zijn voor Raas. Vroeger heeft hij deze wedstrijd zelf 5 keer gewonnen. Is daarmee absoluut recordhouder. En nu zit je in de auto eigenlijk een beetje machteloos. Finish. Wat een schitterende overwinning. Voor Jelle Nijdam. Daar moeten we langzamerhand in gaan geloven. Hier is Nijdam. Hij kijkt om. En gaat zo hard mogelijk door. Daar zijn de anderen al. En die kijken naar elkaar. Dat rijdt niet meer. Nijdam wint. Schrijf er in je boekje. Nijdam. Een hand allemaal. Zo blij. Wat heeft hij ervoor moeten vechten? Daar komt hij. De verdiende winnaar van de 23e Amstel Gold Race, Jelle Nijdam. Naar een solo, een vlucht van 190 kilometer, finisht hij hier in Meersen als winnaar.